De grote koepel torent hoog boven de gebouwen van de sterrenwacht uit en maakt zo aan de buitenwereld duidelijk: dit is inderdaad een sterrenwacht. Zijn naam Grote Koepel stamt nog uit de begintijd, toen er nog maar twee koepels waren, de grote en de kleine. De grote koepel heeft qua vorm zijn eigen geschiedenis. Bij de ingebruikneming in 1861 had de koepel een klokvorm. Met de komst van een grotere telescoop, de huidige tienduimskijker, werd in 1889 de klokvorm vervangen door een hoge bol, ook weer met een zinken huid. En de ramen bleven. In de jaren 60 van de vorige eeuw werd de koepel gereviseerd. Een nieuw zinken dak was te duur, dus kwam er een goedkoop bitumendak. De ramen werden dichtgemaakt, wat het dak bekleden simpeler maakte en tevens de hinder van het sterk toegenomen stadslicht beperkte. Alleen in de koepel is nog te zien dat er ooit ramen in gezeten hebben. Met de restauratie zullen zowel de ramen als het zink terugkomen. Dat er nodig iets aan moet gebeuren, kan zelfs een leek wel zien. De restauratie biedt ook een goede gelegenheid om het loopwerk grondig te reviseren. De hulp van een ooit geïnstalleerde elektromotor is dan niet meer nodig en de koepel kan weer als vanouds met de hand bediend worden. Vooraan de restauratie van de koepel kan worden begonnen, moet natuurlijk eerst de telescoop verwijderd worden. Een team van specialisten ontfermt zich over deze taak, waarna minister Plasterk de koepel van het dak kan tillen. Want het hijsen van de koepel markeert tevens het begin van de restauratie. En om de start extra cachet te geven, is aan de minister, die een flinke subsidie gaf, gevraagd dat startsein te geven. Ja, perfect. Dank u wel. Okay. Misschien is het u opgevallen dat de montering van de telescoop is blijven staan. Goed ingepakt tegen weer en wind, want het zal bijna een jaar verder zijn als de koepel weer wordt teruggeplaatst. Alle koepels worden gerestaureerd in de op het sterrenwachtterrein speciaal daarvoor gebouwde loods. Van de grote koepel worden inmiddels de laatste restjes bitumen verwijderd. Duidelijk zichtbaar is nu waar vroeger de ramen hebben gezeten en ook dat in de tijd de koepel met zink was bekleed. Een Gravity zinkwerker liet er namelijk zijn naam, zijn beroep en het jaartal achter. In stevig tempo wordt het zink zo gevouwen en geknipt dat het met de nodige speling in elkaar past, want zink zet flink uit. De zinken platen grijpen dakpansgewijs in elkaar, waardoor er geen water tussen de zinken platen door naar binnen kan sijpelen. Om dezelfde reden worden de verticale naden van een zinkenkap, de roef, voorzien. Op een andere plek in de loods worden roest en oude verflagen van het loopwerk verwijderd. Ondertussen zijn ook de ramen teruggeplaatst. Architect Veldman is daar enthousiast over. Ronde raampjes worden mee in de vorm van de ronde vorm van de koepel. In die ronde raampjes gaan weer ruitjes, zes ruitjes. Maar die ruitjes kun je natuurlijk niet rond maken, dat is eigenlijk onbetaalbaar. Dus u ziet dat hier de sponding voor de ruitjes is weer recht gemaakt. Dus dit loopt naar rond, de ruitjes staan er zo schuin in. Het zal straks een heel erg leuk gezicht zijn als de koepel weer op zijn plek staat, dat die rondom zes ramen heeft. Buiten, het is zomer 2009, wordt de buitenboel onder handen genomen. De werkruimte onder de koepel wordt kaal gekrapt en geïnspecteerd op houtrot. En als dan in de loods de restauratie van koepel en loopwerk klaar is, kan de koepel teruggeplaatst worden. U zag al eerder dat de koepel er niet aan zijn kruin uitgehezen werd, want die is daar te zwak voor. De stalen draagconstructie omzeilt dat probleem. Zaak is wel dat de koepel mooi in balans blijft en de draagconstructie over de houten bekisting van de montering past. Maar eerst moet hij de loods nog uit. Hij is bijna een jaar geleden zijwaarts binnengekomen, maar moet nu, vanwege de andere koepels, door het dak naar buiten. En dat past maar net. Ben je vrij, Mike?
Dit is hem. Dankjewel. Joehoe! Dan staat de koepel er weer bij als een eeuw geleden en draait weer als een zonnetje.